Dames en heren, een hele goede morgen en welkom bij Buena Vida. En vandaag is niet zomaar een dag. Ik mag namelijk op pad met een nieuwe McLaren 570S. En het is niet zomaar een McLaren. Hij is me toch op tijd mooi. In mijn ogen misschien wel de dikste 570S die ik ooit heb gezien. Rood staat er echt zo goed. Dus let's go. Regen, denk dat het. Een parkeersensor komt ofzo. Het zijn echt van die achterlijke auto's. En dan hebben we hier de navigatie bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, dan gaan we die even uitproberen te zetten. Weet je hoe het moet? Terug. 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 Ik zou echt niet weten hoe je dat uitzet. Annuleren. Moet annuleren. Zo. Nou, zie je het? Jij hebt alweer meer op school gezeten dan ik. Jij weet er meer van. Oude politie, nu wordt leuk. Waar dan? Oh, hier dan niet. Ja, de politie gaat er echt door, dus ja. Best eind. Klappen onder die tunnel. Oh ja, zie je, hij gaat wel naar links. Ja, dat hij ons ziet. Ja. Het nog weer langs dan, hè? Jou gaat een boete krijgen in de McLaren, nou ja, dat kan boeien. Ik ga ook even de bucketlist aan. Ja. Laten we dat inderdaad maar eens een keer gaan doen. Okay. Jammer dat die politie daarvoor zit. Ja, we gaan er gewoon langs, joh. Ja? Ja, we gaan er gewoon langs. Jij is leuk voor de film. Ah, ik ben wel benieuwd. Even kijken. 6, 5, 4. Jezus. Ja, dan gaat hij gelijk al. Maar heel stabiel. Ja, ja. Heel stabiel. Ja, je rijdt het wel. Ja. En de rest nog, je staat op een gegeven moment stil. Zo. Ja, maar dit is wel echt een beleving hoor, die auto. Afgelopen weekend natuurlijk. Hebben jullie nog niet gezien? Hebben we een klein stukje gereden in de R8. En vandaag natuurlijk de 570S. En dat zijn eigenlijk totaal verschillende auto's, beide supercars natuurlijk, richting de 600 pk, R8 net als boven natuurlijk 611, dit 570, maar compleet anders inderdaad. En dit moest ik gewoon een keertje meegemaakt hebben inderdaad. En het is echt een hele aparte beleving, moet ik zeggen. Automaat die gewoon onwijs goed werkt natuurlijk. Net aangegeven inderdaad, dat gewoon de automaat rijden, ik kan zelf terugschakelen en aanpassen sportief wil rijden natuurlijk, maar hij is totaal niet zoeken. Hij ligt voor mij stabiel op de weg voor een 8-wiel aangedreven auto en gewoon comfortabel. Maar even wat zo'n McLaren en natuurlijk de deuren die omhoog gaan en dat maakt hem helemaal af. Ja, je merkt in alles dat het een nieuwe supercar is, maar ja. Een andere techniek van onderstel. Ja, klopt. Ik weet niet of je wel eens in een Lambo of een Ferrari hebt gereden. Ja, ik heb een Gallardo gereden, 458. California GTR een paar keer. Ja. Ja. Oh, het is natuurlijk van de Formule 1 afkomstig, hè, dit? Ja, McLaren is natuurlijk in het begin was het altijd samen met Mercedes. Ja. Dus ze zijn inderdaad zelf gegaan. Ik denk dat het wel een goede stap is geweest. De politie gaat eraf, inderdaad. Grote remmen erop, de keramische remmen, rode klauwen. Oh ja.
wel, ondanks dat natuurlijk veel mensen zullen zeggen van, nou weet je, ik ga hem niet gebruiken voor het circuit. Weet je, je rijdt wel gewoon een auto met 570 pk. Hier kunnen we rechts. En ja, dan moet je gewoon goede rem hebben, toch? Dan komen we weer in de buurt van Buena Vida. Hier links denk ik? Ja. Iedereen kijkt om inderdaad. Ja. Nog steeds kijken ze. Ja, hè? Heerlijk. Kijk, zo. 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 Gracias. Mooi, hè? Ja, dit is wel gaaf. Ja, een beetje vaag licht, maar ze hebben nog meer speeltjes dan alleen beneden. Ze staat hier naast een AG GTS. De GTR, de droom natuurlijk. Porsche Cayman, Aston Martin en Shelby. Gaaf man dit. Ik ben trouwens benieuwd wat jullie vinden. We zijn natuurlijk al een paar keer op pad geweest met de GTR in het wit. Maar wat vinden jullie nou mooier? Ik moet zeggen dat ik persoonlijk wel meer fan van deze kleur. Ik vind die witte wel een beetje braaf. Ah, gaaf. Echt heel gaaf. En dan beneden nog al het andere moois. Ja, dan heb je wel een prima bedrijf, zou ik zeggen. Goed gedaan. En we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Just getting started. We zijn net begonnen. Kijk, ze schrijven van een McLaren naar een... Wat is dit, joh? Een Camaro. Een Camaro. Ja, maar dit vind ik gewoon echt super dik. Dit is gaaf. Het zijn gewoon legendes in de supercars natuurlijk, hè? Damn, dit is echt... Amerikaanse supercar van 1967. En daar de McLaren. Ja, die staat klaar, want we moeten nu naar Lauwman komen. Dus... Kijk hoor. Schakel. Schakel. Dit vooral, is echt zoals het hoort. Vooral niet luxe. Ja, we zijn dus een klein stukje op pad geweest met een McLaren en het was echt een unieke beleving. Totaal weer iets anders dan bijvoorbeeld die GTR of de R8. En dan kijk ik altijd moois achter me. Ja, bizar. Echt heel vet. En een aanrader. Uiteraard alles in de beschrijving. En dames en heren, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, niet te liken. En volg Danny ook. Zie je. Mazzel.